kringloopwinkel Wawolli in Goor is door brand verwoest. De winkel zat in een loods op het terrein van vezelcementfabriek Eterniet. De brand brak vanochtend vroeg uit. Toen de brandweer kwam, stond het hele pand al in brand. Ja, je ziet hier een verwoest pand dat vanmorgen door brand is getroffen. Het gaat om een kringloopbedrijf. En inmiddels 4 uur in het uitbreken van de brand zijn we bezig met nablusswerkzaamheden. Omwonenden ontdekten de brand, waarbij geen slachtoffers zijn gevallen. De zeer grote brand werd bestreden met meerdere korpsen. In delen van de Haaksbergenweg en de Provinciale Rondweg, de N346 van Goor naar Lochem, werden afgezet. Nieuwsgierigen werden op grote afstand gehouden. Omwonenden werd gevraagd deuren en ramen te sluiten. Volgens de brandweer zijn geen schadelijke stoffen, zoals asbest, vrijgekomen. Hoewel het pand staat op het terrein van de vroegere asbestproducent Eterniet. Op het dak was geen asbest geplaatst, wel op het pand er direct naast. Dus onze inzet was erop gericht om uitbreiding daar naartoe te voorkomen. En dat is ook gelukt. Dus er is geen asbest betrokken bij de brand. De politie is een onderzoek begonnen. Een van de scenario's is brandstichting, omdat bij het pand een ladder is ontdekt en een koffertje met spullen. Dat heb ik ook gehoord, ja, maar dat zal meegenomen moeten worden in het onderzoek. Kunt u zeggen hoe groot de schade hier is? U zegt al, het pand moet als verloren worden beschouwd. Maar in geld uitgedrukt, om hoeveel schade gaat het dan? Dat vind ik lastig te zeggen. Dat zal echt nog nader bepaald moeten worden. Wat ik wel kan zeggen is dat ongeveer 1/4 van het bedrijf volledig is verwoest door de brand. De eigenaar was niet bereikbaar voor commentaar.